Het is nu een keer iedere avond hier naartoe is 100 euro benzine. Ja. En qua, wat maak jij op aan sigaren per maand? Nou, dat is zo onverantwoord dat het patserig is. Dat zeg ik niet. Mijn vrouw heeft het namelijk uitgerekend. Nou, vertel eens. Nee, verschrikkelijk. Kom erbij dan. Nou, verschrikkelijk. Kijk, ik rook per dag, denk ik, voor 40 euro. Oh. Ik hoor die dames daar. En straks voor 60 euro. Ja. Dus dan kom je op 1000 per maand. Mijn vrouw nog een pakje roulage. Ja. Oh, ook lekker nog. Door, man. Lach aan. Ja, maar dat doe ik ook. Ja, tuurlijk. Lach aan, man. Zoek het uit. En dan moet je nog 10 jaar werken. Ja. Maar moet ik dan opnieuw gaan onderhandelen met de mol? Of zeg je van, nou, dit red ik nog net? Nou, jij hebt natuurlijk echt een verschrikkelijke blunder gemaakt. Ja, ik merk nu dat ik dit geweten had. Nee, maar door geen kilometervergoeding van mij te eisen. Heb jij dat niet geregeld? Daar heeft hij nooit over begonnen. Ik heb een chauffeur geregeld voor hem. Ik moet eerlijk zeggen, ik zal het volhouden. Maar als ik geweten had dat ik hier nog zo lang zou zitten... dat jullie dit programma niet zonder mij kunnen doen... Ja. Dan was ik in het Westen blijven wonen nog even, hoor. Dat snap ik. Ja, je krijgt er veel voor terug, toch? Daar. Jazeker. Ja. Liefde. Ja, dat bedoel ik maar. Hey, en 2 miljard voor de armoede, dat vind ik wel goed. Voor de armoedebestrijding. Ja, nee, dat zijn een paar heel belangrijke punten. En je wilt, kijk, uiteindelijk blijkt natuurlijk het lek Chris Woerts te zijn. Dat weten we allemaal. Maar je moet altijd zeggen dat het een andere politicus is. Kijk, daar staat hij weer met zijn koffertje natuurlijk. Ja, natuurlijk. Chris. Ja. Ik kwam die man van Ziggo nog tegen. Hij zei, ik weet niet waar hij het over heeft, die Chris, met die dekking in Nederland. Maar het zit helemaal goed, hoor. Dus niks aan het handje. We kunnen overal gewoon uitzenden met die Champions League. Maar, ja. Maar overigens, Wilfred, om even nog terug op te komen. Wat wel een probleem is in Nederland, zeg maar dat de middengroepen in Nederland... die komen ook ernstig in de problemen. Want die hebben natuurlijk een auto die bij hun salaris past. Die hebben een hypotheek die bij het salaris past. En die krijgen nu ook al die verhogingen. En... dan kun je ook geen kant op, hoor. Waardoor heel veel mensen in de problemen komen. Ja. Niet alleen de lagere groepen.